niet gaan bewegen. Ja, want als jij hem zo vasthoudt, kan die niet bewegen. Ja, maar ik durf hem ook niet te hard vasthouden. Dan ben ik bang dat ik hem dood krijg. Met ruim 22 ploegen zijn we in heel Brabant en Nederland aan de gang om eikenprocessierups te vangen. Dit met hoogwerkers, stofzuigers en maanmannetjes pakken. Maanmannetjes. Als je het leuk vindt, kom maar eens langs. Ik ben wel enthousiast vanwege die maanmannetjes pakken. Daar is het, daar zijn ze bezig. Oh, ik dacht sowieso dat ze wit zouden zijn. Want size fits no one. Ja. En bij jou zal die size nog beter fitten. Kijk nou hier, Britt, die zitten gewoon lekker te vissen. Waar vissen we op vandaag? Ja. Niet vliegvissen toevallig? Nee, gewoon brasem. Wat is dat, brasem? Een witvis, is heel slijmerig, wat groter. Jullie worden gebeld met paniektelefoontjes? Ja. Mensen die de eikenprocessierups in de boom hebben zitten, die hebben allemaal brandharen. En als die wegwaaien, dan kun je daar uitslag van krijgen. Dus jeuk en bultjes. Oké. Alsjeblieft. Dit is zo vies. Kriebel. Ja, ik krijg er wel jeuk van. Hier zie je een nest van de eikenprocessierups aan een tak hangen. Oh, zo'n grote wow. Zak, zeg maar. Ik zie het inderdaad. Vind ik het eng? Ja. Ja, jij vindt dat super vies, Britt. Dit is zo vies. Denk er niet over na. Ik doe het. Ik doe dit. Ik zou gewoon een paar tegelijkertijd pakken. Oké, ik doe dit. Ik ben het aan het doen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik praat gewoon en dan doe ik alsof er niks aan de hand is. Ik ga hier denk ik nachtmerries over krijgen vanavond. Zijn nog, Lynn, doe jij dit item? Nou, hier heb je bijvoorbeeld een weg waar ook veel fietsers komen. Als er zo'n nest naar beneden zou vallen op een fietser, ja, dan kan die naar de huisarts of naar het ziekenhuis. Kijk uit dan, hè? Ja. 1, 2. Is dat genoeg? Ja, en dan smijt je hem erin, zeg maar. Joepie! Nou, hij ligt niet slecht. Nee? Was dit goed of niet? Oh, sorry, dat was ik vergeten. En nou, want we zijn er nog niet, hè? Oh ja. Ga je draaien, tot hij strak. We zijn er nog niet. Nou, als hij kruipt is heel leuk, want dan krijg je echt een hele lange sliert van soms wel 5 meter. Daarmee met alleen maar rupsen. Echt? Ja. Dat zie je nu van niet meer. Van de processie? Maar, ja. Het is gewoon een boomstofzuiger, Britt. Wow, dit is een dik nest. Daarom heeft hij ook een masker en alles op als hij nou valt. Wow. Ga jij hem nu van de haak halen? Wow. Rustig, joh. Je moet niet twijfelen, je moet hem gewoon goed pakken. In één keer, ja. Goed vastpakken, goed, anders flubbert iedereen. Gewoon nu rustig ademhalen, je hebt gewoon je hand vast. Rustig. Ik heb gewoon een vis vast, niks aan het handje. Ik heb gewoon een vis vast. Een vis aan je handje. Wat is het ergste wat je gezien hebt? Het ergste wat ik gezien heb is dat de lanen helemaal kaal waren. Dus gewoon midden in de zomer had je een winterbeeld van bomen. Oh. En dat gewoon letterlijk de hele stammen en alle takken helemaal onder de rupsen waren zaten. Echt één tapijt aan de rupsen. Ja, precies. Die reactie heb je dan ook. Hoe doe ik dit? Heb je helemaal niet opgelet? En dan begin ik. Nee, ik heb echt helemaal niet opgelet. Ik heb beet. Ja, 2 jaar geleden rond deze tijd woog ik 100 kilo. En toen ben ik van 100 kilo naar 78 kilo binnen 3 maanden gegaan. Dat is eigenlijk niet gezond, toch? Of wel? Of mag nou, dat? Het voelde wel heel gezond om te doen. Nou, Britt. Het is altijd maar rekkes. Ook als je achter het Brabantsbusje zit en je denkt, duurt lang. En misschien leuk als hij zijn collega's bedankt je of zo in de camera. Ja. We hebben dit jaar natuurlijk een bijzonder druk jaar gehad. 50, 60, 70 mensen aan het werk waren. In het meest bizarre weer, tot 35 graden toe in de plastic pakken. Daar ben ik als bedrijfsleider ontzettend trots op. En daar wil ik ook iedereen voor bedanken. Mijn neef voetbalde dan bij RKC. Mijn broer voetbalde bij Den Bosch. Ik was daar zelf klaar mee. Toen ben ik begonnen met afvallen. En nou is het een soort verslaving geworden. Jij kan je collega's bedanken, want wij moeten jullie bedanken. Nou, okay. Nou, ik zal het doorgeven met collega's. Bij deze, bedankt. Okay. Dankjewel allemaal. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan even op het duimpje omhoog. En vertel ons hieronder wat je van de video vond. En wil je nog meer video's zien? Klik dan hier. Of hier. En druk even op de rode knop om te abonneren natuurlijk.